Nadat hij Egypte had verlaten en vele avonturen die uitvoerig in de Bijbel uitgelegd zijn, arriveerde Mozes op de berg Nebo met een prachtig uitzicht op de Jordaanvallei. Omdat Mozes wat onzin had gedaan, waarvan de details in het heilige boek zijn opgetekend, zei God hem dat hij met zijn ogen naar het beloofde land kon kijken, maar het niet binnen kon gaan. Mozes stierf daarom op 120-jarige leeftijd op de top van de berg Nebo. Geen garantie dat de plaats waar Mozes stierf inderdaad hier is, maar het is hier dat rond de 5e eeuw na Christus een basiliek gewijd aan Mozes werd gebouwd en deze basiliek, onlangs gerestaureerd, bevat prachtige mozaïeken.